In het Japanse Nagasaki ligt het themapark Huis ten Bosch, waar Japanners een dagje Nederland kunnen doen in eigen land. Wandelend langs Nederlandse grachten zijn veel herkenbare monumenten en zelfs molens te zien die zorgvuldig zijn nagemaakt. De gebouwen in het themapark zijn alleen net iets kleiner dan het Nederlandse origineel. Dit werd gedaan omdat de Japanse bouwer de Nederlanders niet wilde beledigen. Kijk, daar staat bijvoorbeeld de Domtoren uit Utrecht. Net iets kleiner. En natuurlijk is alles ook te bewonderen vanaf een heuse rondvaartboot. Net als in Amsterdam. Wat heeft Japan met Nederland? En wat heeft Nederland met Japan? In What's Cooking in Japan brengen we een bezoek aan een land waar cultuur en keuken sterk met elkaar verbonden zijn. Hoe smaakt traditionele Japanse sojasaus wanneer hij gebrouwen wordt door een Japanse meester? En is het ook mogelijk om de saus volgens de Japanse traditie in Nederland te brouwen? En een viskweker neemt ons mee tijdens het vangen van buri, een populaire Japanse vissoort. Een van de Nederlanders die zeker wat met Japan had, was de schilder Vincent van Gogh. Japanse prenten inspireerden hem en gaven zijn werk een nieuwe, spannende richting. Hij ontwikkelde hierdoor een nieuwe Japanse kijk op zijn eigen werk. Aan zijn broer Theo schreef hij: "Ik benijd de Japanners." Net als Van Gogh lieten ook vier Nederlandse vrienden zich inspireren door Japan. In de Hoekse Waard onder Rotterdam begonnen zij zelf soja te verbouwen om hiervan op Japanse wijze een zeer smaakvolle sojasaus te brouwen. Door literatuur te bestuderen en zelf veel uit te proberen, leerden ze wat erbij komt kijken om van sojabonen een goede sojasaus te brouwen. Ze maken hierbij gebruik van de originele Japanse schimmel Kochi-kin. We staan nu in de Kochi-room. In de Kochi-room, zoals de naam zegt, creëren wij een kochi. En wat is kochi? Dat is een combinatie van tarwe en de gekookte sojabonen. En daarbij gaat de Kochi-kin. Dat is een oorspronkelijk schimmel die echt uit Wakayama komt, Japan. De basis of de bekerbad van soju. En die gaan wij hier kweken. En de bedoeling is dat hoe meer wij van deze schimmel weten te kweken, hoe meer enzymen we weten te creëren. Die zijn later nodig in het proces. Dus dit wordt in Japan gezien als een heel belangrijk proces. Hier draait het om. En dat is een heel precies proces. En tijd en temperatuur zijn daarin heel belangrijk. Nederland en Japan leerden elkaar iets meer dan 400 jaar geleden voor het eerst kennen toen een Rotterdams VOC-schip aankwam in het zuiden van Japan. Rotterdam heeft een hele bijzondere geschiedenis met Japan. In 1605 is hier een VOC-schip genaamd De Liefde met vier andere zusterschepen richting eigenlijk Zuid-Amerika gegaan. Maar die zijn 4 jaar later zijn ze via oorlog met Portugezen in Japan terechtgekomen. En dat heeft geresulteerd in de handelspas. En wat het meest gaaf is, is ook nog eens een keer het feit dat het Nederlanders waren die soju, de naam sojasaus, hebben gegeven en het ook over de wereld hebben gebracht. De VOC kreeg naast de Spanjaarden en Portugezen toestemming van de shogun, de toenmalige Japanse leider, om handel te drijven met Japan. Uiteindelijk bleven alleen de Nederlanders als enig westers land over. Zij moesten hiervoor wel beloven hun christelijk geloof niet te zullen verspreiden. Handel mocht alleen plaatsvinden vanaf het kunstmatige eilandje Dijima, gelegen in de baai van Nagasaki. Deze baai was in die tijd Japans enige toegangspoort tot de westerse wereld. En niet alleen wat betreft handel. Tijdens de 200 jaar dat Nederland Japans enige westerse handelspartner was, liep alle informatie vanuit het westen via dit eilandje.
Hoewel de Nederlanders het eilandje niet mochten verlaten, was de nieuwsgierigheid toch groot. Zo werden de Japanners voorzien van de modernste kennis uit de westerse wetenschap.当時はランガクと呼ばれて天文学から医学まで海外の言葉で書かれているような書物は何でもランガクとして日本では尊ばれていました。日本にはオランダ語ができるオランダ通詞という人がいましたので、その人が一生懸命日本語に翻訳をして最先端の学問として日本中に広まっていきました。今でも例えばメスだったりビーカーだったりエレキテルだったり、そういった言葉がオランダ語か語源で日本で今も使われています。 We vroegen ons af of er naast deze woorden nog meer is wat de Nederlanders hebben nagelaten. 特に輸入品で多かったのはお砂糖です。今もですね、九州一円では甘いものの方がいいと言われるぐらい砂糖は当時の人たちにとって貴重なもので、その砂糖を多く使えるということは一種のステータスのようなものでありましたから、それぐらい砂糖の影響力はとても大きなものがありました。それ以外ですと、例えば着物に使用します 布類ですとか、それから薬だったりとか、お料理に使うようなスパイス、そういったものが多く入ってきていました。 Nou, ik vind het wel heel interessant dat Nederland heel lang samen met China de enige handelspartner is geweest van Japan. Dus dat is wel echt heel bijzonder. Ook bijzonder is het verhaal van Titia Bersma. Zij was de eerste westerse vrouw die Dijima bezocht. De kelner van het restaurant weet er veel over te vertellen. こちらでございます。長崎の古賀で作りました古賀人形でございますが、見た通り日本人の女性ではありません。やはりモデルさんはこの出島にオランダからお越しいただいたご婦人の方、それも初めて来られた外人のお客様じゃなかったかなと思います。ですから、それを見た地元の古賀の方が Ondanks haar grote bezienswaardigheid stonden de Japanners de vrouw niet toe om op Dijima te blijven. Het opperhoofd van het eiland moest de vrouw met tegenzin naar huis sturen, waarna zij met veel verdriet vertrok. Ook wij verlaten Dijima en brengen een bezoek aan de stad Nagasaki. De stad werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door een atoombom verwoest. Verschillende indrukwekkende monumenten zorgen ervoor dat de slachtoffers van deze bom nooit zullen worden vergeten. Een havenstad is Nagasaki nog steeds. Tegenwoordig wordt het ook druk bezocht door toeristen. Met de Nagasaki Foreign Settlement kwam in 1859 een einde aan het Nederlandse monopolie en werd Japan ook toegankelijk voor andere landen. Maar een speciale band bleef bestaan. Japan, vooral Nagasaki, heeft van Japan nog veel dingen te leren. Ik heb het vroeger ook geleerd, maar nu ook nog wil ik het leren. Het gaat om Fukushima, design, ontwikkeling, veel meer. Ik wil nog veel meer communiceren. Wat je hier ziet, dat noemen wij Moromi. Dat is de beginfase van de fermentatie. Als het over whisky zou gaan, zou je zeggen dat op het moment dat de fermentatie aangaat en destillaat gebeurt, dat je het over de geboorte van een kind hebt, zo noemen ze dat daar. En dan krijg je het unieke gegeven dat het in de barrel gaat. En dat noemen ze dan letterlijk het kind gaat naar de moeder. En aangezien dat deze Moromi, zoals het heet, ongeveer zo'n kleine 3 jaar hierin zal verblijven, vind ik dat wel iets heel moois wat we graag van whisky over zouden willen nemen. Want het gaat letterlijk over het geboorte van de fermentatie. En dat zie je ook gebeuren. Hij is zeer jong, ongeveer 4 weken oud. En wordt bewaard in een warme ruimte de eerste 4 à 8 weken. En dat is letterlijk om de fermentatie een kickstart te geven. Het is iets heel natuurlijks.
Sterker nog, als ik nu zou willen stoppen, lukt het me niet eens. De natuur heeft een drang voor groei, voor leven. En dat is wat je hier keer op keer elke ochtend weer ziet. Want we hebben hem nu geroerd. Maar morgen om dit tijdstip staat hij weer net zo hoog, staat hij weer net zo ver en moeten we hem weer roeren. En dat is iets, of ik het nou één keer zie, vier keer of 10.000 keer, dat blijf ik fascinerend vinden. De kracht van leven. I went to Japan when I was 18, and my father was exporting fish to Japan. And then I didn't really feel like studying or going to the university. So then he suggested me, well, why don't you first travel and work abroad? So then I went to Japan and I literally lost my heart over there. It was a wonderful country, very hard work. But incredibly passionate and so cool. Eenmaal terug in Nederland wilde hij zijn passie voor Japan en goed Japans eten delen met anderen. Hij ging net als zijn vader vis importeren en tegenwoordig organiseert hij open dagen waar hij bezoekers van dichtbij kennis laat maken met alles wat met de Japanse keuken te maken heeft. This time we had a wasabi farmer from Japan, which is very rare because wasabi is hardly accessible in Europe. He came specially to Holland for us to show the wasabi to the customers. And we had katsuobushi, which is bonito flakes. Nobody knows what it is, but if people try it in a soup or as a bouillon, then it makes people laugh. One of the things I like about Japanese cuisine a lot is that is less is more. If you have a very high quality, very good fresh piece of fish and you just pour some salt and you grill it, it'll be out of this world. It will be fantastic. De yellowtail, of buri zoals de Japanners hem noemen, is een van de vissoorten die in Japan erg populair is. Een van de plaatsen in Japan waar de yellowtail gekweekt wordt, is voor de kust van Shibushi. Zo is het. In Japan is buri een heel populair vis. Als je naar een sushi-restaurant gaat, dan is het altijd aanwezig. In de ranking van favoriete vissen is het ook heel populair. De reden daarvoor is dat het vet erop zit. Dat is het belangrijkste. We mochten mee met de kweker om te kijken hoe deze vis gekweekt en gevangen wordt. ブリは人工種苗の技術が確立しつつあります。かつては沖で取ってきた小さい魚を飼育して大きくしていました。それが大きい魚から卵を取れるように技術が
技術が、卵を取れる技術ができました。なおかつそれを沖に出して養殖できるような飼育施設ということも完成しています。これによってブリは他の魚種と違って完全養殖が実際できる状態になってきています。我々は今 70% ほどの人工飼料を使っています。全体の 70% を人工飼料で飼育してますけれども、将来的にはキャパシティ工場、生産場のキャパシティが増えれば 100% も夢ではないと考えています。我々は完全養殖を近い将来実現させるように頑張っているところです。でその理由はやはり種苗資源に対する負荷を減らして、よりサステナビリティな養殖を実現させていくためになります。Eenmaal terug in de haven wordt de vis aan land gebracht om te worden verwerkt. En natuurlijk proefden we de vis die nog diezelfde dag gevangen was. De komende 30 maanden zal dit wekelijks geroerd gaan worden. En dus wat er gaat gebeuren is dat de suikers worden afgebroken. Daardoor kan er fermentatie zijn. En tegelijkertijd worden ook de eiwitten afgebroken naar aminozuren. En aminozuren, dat is eigenlijk de basis van umami. Umami is volgens velen is dat de vijfde smaak. Dat is een smaak die benoemd is door een Japanse professor in 1908. En wat het doet, als je het goed weet te doseren, is dat het een smaakversterker is. Zie het als een vernislaagje over een schilderij. Op het moment dat het vernis op het schilderij wordt toegebracht, dan gaan de kleuren gaan glinsteren en je krijgt contrast en diepgang. In Wakayama ligt Yuasa, de geboorteplaats van Japanse sojasaus. ...750 jaar geleden vestigde een boeddhistische monnik zich in Japan na zijn reis uit China. Tijdens die reis had hij geleerd om miso te maken en hij gaf deze kennis door aan de mensen uit Yuasa. De plaats groeide uit tot het belangrijkste centrum van de sojasausproductie van het land. Van de 90 verschillende brouwerijen die Yuasa ooit telde, zijn er nog steeds een aantal over die de saus op traditionele wijze brouwen. Sojasaus werd bij toeval ontdekt als bijproduct tijdens het maken van miso. Om miso te maken worden groenten fijn gehakt. En door fermentatie wordt deze vervolgens geconserveerd. Ook bij het maken van miso wordt de gefermenteerde schimmel kochi gebruikt. Verder is er, net als bij de sojasaus, tijd nodig om de smaak tot rijping te laten komen. それでいて、ほら、さっき言ったもの、漬け込んだものが中に入っております。はい。ね。はい。こちらね。はい。
あの金田味噌というものは元来中国から伝わって伝えたものなんですけども、その時には金田味噌名前がなかったわけ。ただ向こうの方で学んできて、ね、日本に持ち帰ってきて、その時のただの発酵食品やったわけなんですよ。その時の発酵食品というものは大豆と麦で加工した発酵食品。Zelfs het hout in de brouwerij is van invloed op de uiteindelijke smaak. Maar het belangrijkste blijft natuurlijk de hand van de meester. その匠というのは自分が域に達したから匠じゃなくて、周りの人々がもう彼に勝るものがないというものを認めた時に匠という言葉を使う。In Japan gaat dat heel ver. Dat is een perfectionisme wat heel erg diep gaat. En dat is echt je vak tot in de puntjes leren kennen en kunnen. En dat is iets wat wij absoluut nastreven. En wat wij heel mooi vinden aan de Japanse cultuur. Een van de brouwerijen die zijn sauzen nog op traditionele wijze bereidt, is de Juasa sojasausfabriek. Dit is het familiebedrijf van Toshio Sinko. Al 6 keer is hun sojasaus onderscheiden als beste sojasaus ter wereld. Het was Toshio's bedovergrootmoeder Sumi Shinko die 5 generaties geleden begon met het maken van haar eigen miso. Inmiddels worden hier diverse sojasausen geproduceerd, variërend in smaak.今ここにはこんなような感じで種類の醤油があります。で、こっち回って、これが僕のおすすめの醤油、キーポン黒豆の醤油です。で、もう一つこちらに、オランダで人気、まあうちの会社でもスペシャルですけども、スモークのソイソースがあります。 Tijdens het proces wordt de saus regelmatig met de hand geroerd. Dit gaat op een heel speciale manier.今彼がやってるのは貝入れという作業です。で、これはお醤油のもろみをかき混ぜて、上と下をひっくり返す。そして酸素を中に閉じ込めて、発酵を促すことをやっています。 Toshio Shinko is in mijn ogen een meester in het maken van soju. In mijn ogen ook een takumi. Simpelweg, ik heb gebiologeerd staan te kijken hoe hij op zijn knieën, op zijn hurken, een uur heeft gezeten. Nou, dan breek ik al na 5 minuten af, heel eerlijk gezegd. Maar hij zat ruim een uur op zijn knieën. En hoe hij met een spatel het tarwe bewoog boven een bakplaat. Dat was bijna, hoe zeg je dat? Ja, ik kan het niet uitleggen. Ik kwam in een soort trance. Het ging zo elegant, zo mooi. Maar wat vooral mij liet zien is hoe bekwaam die was. これはですね、オランダで醤油を作ってるトーマスからもらいました。で、彼トーマスと僕会いました。で、これは去年の11月にフランスのボルドーで僕は醤油作りやってるんですけども、これそれを聞きつけて、トーマスわざわざフランスのボルドーまでこう来てくれました。それはですね、 彼はその僕その現地で醤油作りを、まあボルドーで醤油作りをやってる時にすごく熱心に醤油に対する質問をくれました。で、自分が作ってる醤油がそれが正しいかとか、これでいいかとかっていうね、勉強熱心で、素晴らしいと思いました。 We vroegen de Rotterdamse sojabrouwers wat zij in de Japanners waarderen. De discipline.
soms de nederigheid, omdat ze natuurlijk enorm perfectionistisch kunnen zijn, maar ook een oud keizerrijk zijn. En als je daar dan de vrijgevochten Nederlanders tegenover zet, dan kan dat wel eens een hele bijzondere mix worden. Toen ik met Toshio in Bordeaux zat en ik die dagen met hem heb doorgebracht, merk je iemand die zo bescheiden is, terwijl die zoveel kennis heeft en zoveel status. Maar aan de andere kant ook van die pretoogjes zat en heel nieuwsgierig was naar wat die gekke Hollanders aan het doen waren. En ik denk dat dat echt te maken heeft met wederzijds respect. お待たせをいたしました。